Cartouche bestaat dit jaar 60 jaar. We zijn heel klein begonnen, een stuk verderop in Voorburg. En toen was het eigenlijk nog een knollenveld. Intussen hebben we hier een enorm groot complex. Met een heel nieuw clubgebouw wat erop staat. Mooie velden. We hebben 4 hoofdvelden en een miniveld. Ik ben Herman Capelle, ik ben bestuurslid externe betrekkingen en PR van Cartouche. Dat houdt met name in de contacten met bijvoorbeeld de gemeente, de hockeybond, maar ook de interne communicatie binnen de vereniging. Eigenlijk alles wat te maken heeft met contacten binnen en buiten de vereniging, dat zit in mijn portefeuille. We hebben 1500 leden bijna, we zijn financieel gezond, maar we hebben wel de ambitie om iets hoger te spelen. Met behoud van het karakter van een familieclub, dat staat voorop. Maar we zouden toch eigenlijk wel graag willen dat onze eerste heren en onze eerste damesteam steady in de overgangsklasse spelen. We spelen nu bij de eerste klasse, dus de ambitie is er wel om dat één klasse hoger te krijgen. Toen ik hier voor het eerst kwam, dat is 12 jaar geleden, die is al uitgegroeid tot een club van 1500 leden. Nou, zo'n club kan je alleen draaien houden met veel vrijwilligers. Alhoewel er de laatste tijd ook wel stappen gemaakt worden naar een stukje professionalisering. Want je moet natuurlijk zorgen dat alle leden ook training krijgen. Ik ben verantwoordelijk voor alle feesten en toernooien en andere overige activiteiten die hier op de club plaatsvinden. Ja, het is een behoorlijk intensieve functie, vooral omdat er voor heel veel verschillende doelgroepen allerlei activiteiten georganiseerd moeten worden. En ja, we zijn nu bezig om met heel veel verschillende commissies het gewoon mogelijk te maken dat het werkbaar blijft. Want het is een hele grote club. Er zijn veel doelgroepen waarvoor iets georganiseerd moet worden. En dat moet met hulp van velen, want dat gaat met een paar man ga je dat niet redden. Zo nu horen op de achtergrond is het kampioensteam ons tweede, wat vandaag kampioen is geworden. En die hebben het een en ander georganiseerd. Ik ben Pieter Pietersen. Ik speel al 10 jaar voor deze club, voor Cartouche. Ik heb hiervoor ook altijd in de jeugd al gezeten, dus het is natuurlijk al veel langer. De 10 jaar is zeg maar hier één. Ik ben 2 jaartjes weg geweest, even op een andere club, maar daarna ben ik weer teruggekomen en sindsdien niet meer weg te slaan hier op deze club. Wat is er zo bijzonder aan Cartouche? Het familiegevoel, de combinatie van het willen bereiken van tophockey met toch nog steeds familiegevoel en dat het plezier in het spelletje het belangrijkste is. Ontzettend veel jeugdleden die willen hockey op Cartouche en we kunnen er maar een heel beperkt aantal plaatsen per jaar. Dus we moeten altijd veel mensen teleurstellen. Dus we hopen dat we in goed overleg met de gemeente daar misschien nog eens een keer iets aan kunnen doen. Er ligt nog een keer een extra veld, maar op dit moment de capaciteit die we hebben, die is vol bezet. En ja, we kunnen er niks meer bij hebben, maar we hebben inderdaad een enorme wachtlijst.
Eetjes zijn dat en de Benjaminis en de Smurfen. Dat zijn de jongste jeugd en die spelen op dit soort velden. Het is een kwart van een groot veld. De laatste paar jaar zijn we ook in staat geweest om een aantal keren een interland hier te organiseren. Een keer was ons eerste herenteam tegen Rusland. Maar hebben we ook al andere interlands hier plaatsgevonden. Omdat ook de Nederlandse Hockeybond vindt dat dit een mooi veld is om ook hun oefenwedstrijden te kunnen spelen. Ik heb dus 2 jaar bij het hoofdklasseteam gespeeld en toen ben ik weer teruggekomen omdat ik ook zeg maar trainer-coach ben. En als je alles doet is het wat lastig te combineren en ik wil het graag samen doen. Dus er zijn een paar jongens die gescout zijn en sommigen zeggen we gaan weg. Nou, daar hebben ze gelijk in, maar er zijn er ook een hoop die blijven en dat blijft natuurlijk wel lastig in deze regio met alle hoofdklasseteams. Maar wij hopen toch allemaal bij elkaar te houden en dan een stapje te gaan maken. Die scheidsrechterscommissie is echt belangrijk. We zijn met wel 6 mensen in die scheidsrechterscommissie. 1 probeert zaterdag alles op te stellen aan scheidsrechters. 1 op zondag. 1 is de coördinator naar de KNHB toe. Die probeert de tredion te zijn tussen de KNHB en Cartouche. 1 is de wedstrijdsecretaris. En we hebben ook nog 2 opleiders. Want jeugd opleiden voor scheidsrechter is toch een van de meest belangrijke doelstellingen die wij binnen Cartouche hebben. Als je praat over overtredingen, dan denk ik dat in de hockeysport een normale overtreding als shoot, dus de bal tegen je been aan, erg veel voorkomt. Het afhouden van de bal, dus tussen de tegenspeler en de bal zitten. De Zuidstreek zou we nog 1 kunstgrasveld bij kunnen, maar dan moet de gemeente daarin meegaan en dan moet ook de gebruiker van dat veld, het wordt nu gebruikt door korfbal en softbal, ja, die zullen dan ergens anders naartoe moeten. Dus we hopen dat de gemeente daar op een gegeven moment toch nog eens met ons in overleg wil. Maar voorlopig hebben we hier een prachtig complex neergelegd door de gemeente en moeten we maar eens even kijken wat er nog in zit. Maar wij zouden heel graag nog een extra veld willen hebben.